Hallo, ik ben Sietske Bergsma en ik ben hier vandaag met Janko Bethlehem. Hij is lijsttrekker van het Forum voor Democratie in, ik moet even spieken, Maashorst. En hij gaat bij de vervoegde verkiezingen voor gemeenteraadslid meedoen op 24 november aanstaande. Dus we gaan het even hebben over de persoon Janko Bethlehem. Welkom. Dank je wel. Ik ken jou eigenlijk nog helemaal niet. Ik ben heel erg benieuwd. Je bent ondernemer, hoorde ik. Wat is jouw gang naar de politiek geweest de afgelopen tijd? Is dat door de situatie in het land of iets wat je eigenlijk al langer wilde? Nou, ik ben vroeger, vroeger is 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, heel actief geweest, politiek, maar niet betrokken bij een politiek, maar ik woonde in een hele kleine kern. En van daaruit hebben we allerlei projecten gedaan in samenwerking met de gemeente van Helderpanningen. En daar hebben wij eigenlijk, ja, daar ben ik heel actief mee geweest. 20 tot 40 uur in de week waren we daarmee kwijt. Lang geleden heb je het Dat is over. 15 jaar geleden, Nou ja, 10 dat jaar. valt wel mee toch? Ja, precies. Ja, Dus dus. daar hebben we heel wat leuke projecten gedaan. Ja. Dus daar heb ik dat wel goed leren kennen, het Oké. politieke En voor welke spel. partij was dat toen? Nee, dat was gewoon vanuit de Oh, vrijwilligerssamenwerking. Dus daar ook, was maar een wel dezelfde voorzitter. omgeving ook, dus Ja, je zat in alleen maar in het Brabant. politieke speelveld. Ja. In Limburg was dat, In Limburg. Noord-Limburg. Ja. Oké. En ja, dat is alleen maar proberen om de leefbaarheid van zo'n kern omhoog te krikken eigenlijk. En wat daarvoor nodig is. Ja. En dat zijn eigenlijk aspecten die hier bij ons, bij het FVD, ook heel erg tegenkomen. Want dat gaat natuurlijk over leefbaarheid en dat gaat over kleinschaligheid. En ja, dat zijn dingen die elkaar wel zeker raken. Ja, kleinschaligheid als iets belangrijks om te bewaren eigenlijk, hè? Want natuurlijk een belangrijke of de reden van deze verkiezing is eigenlijk dat de gemeentes moeten fuseren. Dus dat er wordt eigenlijk minder lokaal. Ja. Hoe ligt dat eigenlijk in Maashorst, in Uden, waar dan Maashorst straks in opgaat? Hoe zeg je dat? Uden Ja. gaat op in Maashorst. Ja. Wordt dat gezien als een positieve ontwikkeling of is dat... Nee, eigenlijk niet. Nou, wat ik, er is wel een hele goede verslaglegging van het hele voortraject voordat ze uiteindelijk zijn gekomen tot aan wat dan dadelijk Maashorst gaat heten. Maar je ziet eigenlijk nergens in heel die verslaglegging dat er ook maar ergens een burgerraadpleging in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden. We weten natuurlijk allemaal dat Den Haag graag wil dat gemeentes groter worden. En ik heb onlangs in een debat met CDA, Ja. heb ik daar een gesprek over gehad. En de heer van het CDA zei, ja, mijn kiezers weten dat het CDA zich daarmee bezighoudt en dat wij daar voorstander van zijn. Oké. Dus door op ons te kiezen hebben ze ook akkoord gegeven. Ja, dat is een beetje hoe het politieke klimaat is geweest. Dus er is geen echte overeenstemming met ja, met de inwoners van alle kernen. En de Nee. ene kern heeft daar wat minder moeite mee dan de andere kern. Maar over de gehele linie is er eigenlijk. Ja, er is ook geen informatie verstrekt. Dus ja, hoe kan een Nee. burger dan, of hoe kan iemand dan Nee, ja of precies. nee Het is meer, zeggen? het overkomt, het overkomt je Ja, eigenlijk gewoon meer. Het is een soort het is nu van, ook een beetje wat je ziet met ja. alle vaccins, zeg maar. Dat puntje van wat dan heet informed consent, dat is er in dit geval ook niet. Mensen Nee. weten ook niet waar ze ja tegen zeggen. Geen Dus dat informed is. consent bij Nee. de centralisatie eigenlijk Nee. van de En dat is macht of natuurlijk zo. wel een gemiste kans als we het hebben over democratie. Ja, Want absoluut. ja. Ja. Wat houdt de mensen in Maashorst bezig? Wat voor stemmers zitten er in Maashorst die op Ja, FVD heel veel stemmen? lokaal. Heel veel. Oh, op FVD. Ja, op FVD, ja. FVD is. De samenvoeging is voor velen een gelopen koers. Als je in gesprek gaat met de mensen, dan merk je dat voor hun. Ja, zoiets heeft. Ja, dat kunnen we niet meer terugdraaien, want dat is al door de Kamer. Wat voor hun heel belangrijk is, is democratie. Dus Oké. wij hopen natuurlijk dat bindend referendum terug te brengen. Kijk, en via die weg proberen wij die samenvoeging weer opnieuw op de kaart te zetten en dan Oké. de hele zaak weer opnieuw in te brengen. Binnen het referendum is dus wel een heel belangrijk aspect. Oké. En wij zijn wel een agrarische gemeente. Ja, dat begreep ik, ja. Ja, en de En die aanval hebben op de nogal, boeren die ja, ingezet is, is absoluut. daar Ja. zowel natuurlijk vanwege de klimaatgekte, zeg maar, en het uitkopen van de boeren. Aan de andere kant heb je dat heel veel landbouwgrond nou gebruikt wordt voor die mooie zwarte zonnevelden, die zonne-energievelden. Ja. En beide dingen zijn aspecten waar natuurlijk de FVD-stemmer geen voorstander van is. Ja, en vergeet Ja. niet alle coronamaatregelen. Je zou het bijna vergeten, omdat dat zo voor de hand ligt. Nee, Maar ja, precies. Nee, maar voor ja. boeren hebben natuurlijk ook te maken gewoon met hun eigen levensonderhoud, hun Ja. eigen toekomst van hun bedrijf. Dat is, Ja. dat, natuurlijk is dat in de eerste plaats Ja. heel belangrijk. En natuurlijk ook nog ja, dat coronaverhaal, wat alles eigenlijk raakt, Ja. hè, in die zin ook lokaal.
Maar we zijn er eventjes snel over heen gegaan. Maar wat voor ondernemer was je dan? Want dat heb nou, ik niet heb 25 jaar bij de overheid gewerkt. Oké. Okay. 10 jaar douane. Overheidsondernemer. Ja, precies. 10 ja, jaar douane en daarna 15 jaar bij de Belastingdienst. Oh, okay. Eerst als controleur, later als manager. En van daaruit ben ik een eigen zaak begonnen. Oké. Okay. In de horeca. Ah, in, dat is wel. Centrum van Uden. Oké, okay. Dus, dat is wel een hele aparte overstap geweest, de horeca. Ja, nou ja, goed. Mijn taak als controleur bij de Belastingdienst was dat ik een beetje, ja, ik noem het dan, maar dat bedoel ik niet, wel de zelfkant van de maatschappij controleerde. Hmm. Ik ben niet iemand die heel graag met zijn neus in de boeken zit. Nee. En collega's van mij wel. Dus okay. Ik ging het menselijke contact aan en dan blijven er niet zo heel veel takken van sport over. Oké. Okay. Dus ik, mijn controlegebied, dat was meer de prostitutie, de woonwagenkampen, de moeilijke buitenlandse horeca, zeg maar, waar je toch ook daarmee te maken hebt. Dus dat waren het controlegebied waar ik mijn, mijn ding deed. Dus in de horeca vloei je dan makkelijker over menselijk contact hebben. En nu dus ook de politiek. Wat... Is de menselijke kant. Ja, in feite wel. Zeker lokaal natuurlijk. Daar kun je één op één met mensen... praten en horen waar ze mee zitten. Heb, heb je veel contact ook met kiezers? Gaat dat per mail? Of wat? Ik hoor dat veel om me heen. Hè? Nu de politici, journalisten ook, die heel veel mails krijgen van mensen van, we moeten iets doen, het gaat mis in het land. Herken je dat ook? Dat mensen dat tegen je zeggen? Dat een soort, ja, maar niet per mail. Niet per ik mail. Hoor het wel via de social media. Okay. Dat is tegenwoordig het nieuwe medium. En als je buiten loopt. Ja, ja. Ja, en ik ben altijd vrij uitgesproken geweest, dus dat ook in mijn zaak. Dus mensen kennen mij ook wel vanwege de standpunten die ik heb. Ja. En ja, die sluiten wel gewoon aan bij deze partij. Maar je wordt daar gewoon op aangesproken, dus dat is echt wel... Je merkt ook wel dat dat meer wordt. En nu zeker omdat mijn gezicht op de posters hangt, hè, als lijsttrekker, dat mensen nog makkelijker die stap zetten. Ja. Maar je merkt wel dat er steeds meer onvrede komt met, en dan gaat het met name over de maatregelen, want dat raakt de mensen direct natuurlijk. Mm-hmm. Ja. En zowel de ondernemers als de inwoners, andere inwoners van de kernen. Ja, ja. En wat zeggen ze dan zoal? Of wat is de voornaamste, laat ik het anders zeggen, wat zou je mee willen nemen naar de gemeenteraad als punt? Zeg maar van dit moeten we op de agenda zetten. Niet alleen maar de bloembakken in de winkelstraat of de wipkippen in de speeltuin. Ja, maar, dat zijn eerlijk gezegd, en bedoel ik niet negatief, maar zijn ook niet echt de dingen die ik heel erg terug hoor. Nee, dus, oké, gelukkig. Nee, maar dat is altijd een beetje het cliché van. Hè, dus dat gaat vaak over kleine dingen. Maar ik mag toch hopen dat lokale politiek ook de grotere, of dat spreek ik even vanuit mijn eigen gevoel van wat politiek zou moeten zijn in mijn ogen. Ja. Veel meer van mens tot politicus. Wat zijn de FVD-standpunten in Maashorst? Zeg maar, wat is... Nou ja, een van de belangrijkste waar wij ons mee op de kaart zetten is natuurlijk het terugdraaien van de samenvoeging. Dus dat leidt dus natuurlijk... Die staat om, dat, echt om punt, te beginnen. Ja, ja die staat er ook echt wel heel prominent op. En daar heb je dus ook gelijk weer een punt waar je over in gesprek gaat. Want we kunnen, in theorie kunnen we het niet meer terugdraaien. Maar je hebt het gelijk over een andere belangrijke waarde. Want dat is dan de opzet naar de volgende waarde. En dat is terugbrengen van de democratie en de menselijke maat. En wij willen graag de burgers aan het woord. En, en daarover raak je wel gemakkelijk met de mensen in gesprek. Dat is echt heel gemakkelijk. Want mensen voelen zich over de lijn, wat ik spreek over de hele lijn, wel een beetje in de steek gelaten of niet gehoord of zo. Weet je wel, de afstand is gewoon heel groot. Tussen de inwoners en de politiek. Ja, precies. Welke invloed hebben ze eigenlijk nog op hun eigen leven, zou je kunnen zeggen, op alle terreinen of zo? Is dat een beetje het punt? Ja. En je ziet ook wel, en dat is de tendens van de afgelopen misschien wel decennia, is dat mensen het belang van de gemeenteraadsverkiezingen een beetje niet zo goed meer inzien. Ik denk dat ik het zo wel kan zeggen. Mm. En dat is natuurlijk mede ingegeven door een vergrote afstand. En we zijn heel erg gefocust op de landelijke verkiezingen allemaal. Wat wij druk mee aan de slag willen, is dat het belang van de lokale verkiezingen weer terug op de agenda komen. Want Zeker. Dat is wat mensen natuurlijk rechtstreeks raakt. Ja, maar ik denk ook dat met die coronamaatregelen zie je dat er natuurlijk qua beleid een heel sleepnet over heel Nederland gaat. Ja. Maar wat je natuurlijk wil, is dat de lokale ondernemers en wethouders en alle mensen een soort van het menselijke aspect blijven zien. En dus één op één met burgers toch misschien wel de hoe zeg je dat, de regeltjes een beetje creatief kunnen dat is ook blijven toepassen. Want dat is wel een punt wat ik ook aanbreng, namelijk we hebben daar een vrijheid in. Ja, toch? In die regels. Die heb je ook volgens de wet, inderdaad.
En dat wordt veel te weinig. Daar wordt te weinig gebruik van. Maar burgemeesters hebben wel heel veel macht gekregen, ja, natuurlijk. En vooral de veiligheidscoördinator natuurlijk. Ja. Ja, maar als wij als raad besluiten dat we een bepaalde kant uit willen, dan is dat wel een lastige om voor de burgemeester om daar gewoon keihard tegenin te gaan. Dus daar ligt eigenlijk de taak nu voor. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, en een bewustwordingsproces, hè, naar de mensen toe van ja, wij staan als FVD ook heel duidelijk voor wat er echt aan de hand is, weet je wel. Mm-hmm. We ontkennen de corona niet, dat wil ik hier wel benadrukken, maar wat wordt er aan de achterkant uitgerold, waar wordt dit voor gebruikt? En het een van de belangrijke onderwerpen voor mij en voor de andere raadsleden is ook wel dat wij hier een extra platform hebben, ja, ja, waar wij dit aan de burgers kunnen doen. Helder. En hoe verlopen die debatten dan op dit punt? Gaat dat heel... dat iedereen elkaar keurig netjes uitpraten, is dat want ik hoor namelijk ook van andere raadsleden in het land, hè, dat ze of geweerd worden uit de zaal, of er wordt gezegd, nou, die mening mag er niet zijn, of dat er zelfs strijd gaande gewoon persoon. Hoe ervaar jij dat? Is dat een... Of ben jij gewoon... Nee, ja, ik liet je even uitpraten. Ja, nee, of ja. Is het gewoon, we kennen Janko Bethlehem en in onze regio, we hebben daar geen problemen mee. Nee, dat is wel een probleem. Sowieso in een van de debatten die ook voor de camera is gedaan met CDA. Ja. Ja, dan zie je gelijk dat de beroemde emo-kaart getrokken wordt op het moment dat je daarin op inhoud gaat. Je kunt wel zelf bij de feiten blijven, maar zij gaan gelijk de emo-kaart trekken. Hmm. Daar loop je tegenaan, ja. En dat ondervind je ook in gesprekken met de inwoners van de kernen. Want je hebt er mensen natuurlijk die heel erg dat beleid volgen. Je hebt erbij die durven zich daar wat vrijer tegen uit te spreken. Dus die allebei die lijnen heb je. En wij staan met een aantal punten wel heel bijna lijnrecht op de visie van andere partijen. Mm-hmm. En met lijnrecht bedoel ik ook dat wij ons wel gewoon uit durven spreken, waar andere partijen dat wat minder goed durven. Mm-hmm. Dus ja, je krijgt wel snel discussies. Helaas zelden echt op inhoud. Okay. En dat mis ik wel een beetje. Ja. Dat mis ik echt. Het is de echte inhoudelijke onderbouwing. Die komt van onze kant. Ja, dus je praat eigenlijk wel met elkaar, maar het is meer voor de achterban om te horen hoe jij erin zit, dan dat het iets oplost eigenlijk dan op dat moment. Hè? Ja, het is een hoog aan deugdraadsleden, zeg maar, wat politiek akkoord is, zeg maar, in het grote plan. Dat zijn de dingen waar anderen zich ook wel hard voor durven te maken. Ja. Maar concreet uitspreken en onderbouwd tegen een AZC of tegen de maatregelen of tegen die klimaatgekte, weet je wel, daar ook echt en dat onderbouwen, dat mis ik daar in dat verhaal. Mm-hmm. Ja. Maar dat zijn alle grote onderwerpen. Het kan er niet zo zijn dat in Maashorst de mensen niet meer zien dat niet echt wordt opgelost. Dus al die problemen met veiligheid, inderdaad, asielzoekerscentra, klimaat, invloed op hun boerderijen, hun ondernemingen, hun horecagelegenheden. De komende maanden wordt het natuurlijk heel spannend ook, van hoe houden mensen het vol? Is het economisch vol te houden? Hoe breek je dat lokaal open? Het is toch fascinerend. Ik denk dan, je zit er dicht op. Ik bedoel, ja... Praten. Alleen praten. Ja, signaal naar buiten op alle fronten, op alle mogelijke manieren proberen wij het signaal naar buiten te brengen van we kunnen daar anders mee omgaan. Mm-hmm. Maar je bent wel als horecaondernemer heb je wel een probleem. Kijk, je kunt een risico nemen en zeggen ik laat de mensen binnen en dan komen de boa's natuurlijk, want onze burgemeester die is daar vrij strikt in, dan komen de boa's. Ja, dat doe je maar één keer en dan ben je vergunning kwijt of je wordt, of je bent gesloten zoveel. Mm. Die mensen kunnen wel een ander beeld hebben, maar ja, het is bijna kiezen of delen. Ze kunnen niet die vrijheid zich permitteren meer. Ook financieel niet, na de vorige lockdown. Inmiddels, in het begin natuurlijk hadden ze dat nog wel kunnen doen, maar dat is nu zijn ze helaas... Dat kan alleen als collectief en de vraag is of wij dat gaan realiseren. Kijk, als wij kunnen... zover kunnen krijgen dat we alle horecaondernemers en daaraan gelieerd, zeg maar, kunnen zover kunnen krijgen dat ze zeggen en nou stoppen we ermee. Mm. Nou ja, dan kun je een vuist maken. Zou dat iets zijn wat je zou willen bereiken? Ja, dat zou ik heel graag willen bereiken, ja. Ik denk met een hele ludieke actie lokaal, of het dan Maashorst is of in Urk of waar dan ook, dat gaat natuurlijk door het hele land en dat zou natuurlijk mooi zijn om... Ja. Maar waren het niet dat er natuurlijk ook horecaondernemers zijn die heel volgzaam zijn aan het systeem en dus...
Ja, die daar bewust... Dus die gaan ook niet mee met een eventuele ludieke actie. Ja, dat is natuurlijk ook die landelijke horeca Nederland en zo. Die natuurlijk ik denk ook... dat daar het initiatief meer vanuit had moeten komen. Ja, ja, die houden natuurlijk wel iedereen een beetje in het gareel in die zin. Ja. Dus ja, dat is wel... heel spijtig. En hoe ziet de campagne er nu uit? Dus wat jij zegt, heel veel praten. Worden er nog rare dingen op je posters getekend? Vind je het persoonlijk moeilijk, zwaar om een politicus te zijn in deze tijd? Of? Nee, maar ik heb het nooit zwaar gevonden om mijn standpunten kenbaar te maken. Want daar sta ik gewoon voor, anders zei ik ze niet. Dus dat vind ik ook niet vervelend als mensen daar een andere mening over hebben. Integendeel vind ik het leuk. Nee, precies. Ja. Kijk, het mooie van de campagne voeren voor het FVD, en ik kan me voorstellen dat dat voor een CDA totaal anders is. Je komt mensen tegen, en met campagne ga je naar buiten flyeren, je spreekt mensen aan. Ja, je komt mensen tegen die het helemaal met je eens zijn. En het tegenovergestelde is dan natuurlijk ook. En dat spanningsveld maakt eigenlijk dit werk juist heel leuk. Hmm. Ja, sommigen zijn ook best grof en confronterend. En ja, kun je daar tegen of kun je daar niet tegen? Ja, ik kan daar goed tegen, maar sommige mensen kunnen daar wat minder tegen. Maar dat maakt juist campagne voeren voor dit juist heel erg leuk. Heel divers, heel uitdagend. Okay. En dat is juist het leuke ervan, ja. Nou, ik vind het erg optimistisch. Ja, maar als je ergens voor staat, dan is het logisch dat je tegenstanders krijgt. Maar het is iedereen is het uit het hout gesneden, zeg maar, om toch wel de weerstand natuurlijk. En ook de framing en toch het gebrek aan een eerlijk debat. Hè? Dus dat is natuurlijk wel iets wat je moet kunnen en waar je doorheen moet varen, als het ware. Dus dat is een gegeven, weet je wel. Je kunt daar niks in veranderen. We kunnen natuurlijk onze eigen media creëren, maar zover zijn we nog niet. Hmm. Vooralsnog moeten we het doen met wat er is. En elk geluid is een geluid. Ja. Elk mens wat je kan bereiken met hoop. En in ieder geval een andere keuze dan de VVD of het CDA. En laat ik eerlijk zijn, want wat mij bijvoorbeeld wel heel veel hoop geeft. Een goed jaar geleden, de eerste ontmoeting in, zeg maar... Ja. In de parken in Amsterdam, Den Haag, et cetera. Er zaten een paar honderd of duizend man. Ja. En tegenwoordig komen er 50 tot 150, 200.000 man op af. Dus je ziet wel dat daar een maatschappelijk gezien een kentering is. Als we eens een jaar verder zijn en als we diezelfde exponentiële groei kunnen laten zien. Jij ziet hem door groeien, zeg maar. Zeker nu, want moet ik eerlijk zeggen, de nieuwe maatregelen zie ik niet als een nadeel voor de komende verkiezingen. Ik denk dat die een als voordeel zijn. Okay. Dat er heel veel mensen nu al beginnen door te krijgen van, moeten wij hier nog wel aan meewerken? Nee, precies. Dus ook de mensen met de QR-pas bedoel je dan? Ja, hè? Dus die zeker ook, die de eerste en de tweede prik hebben genomen, omdat ze zoveel vrijheid zouden krijgen. Ja, die worden nou weer teruggefloten, weet je wel. Want eigenlijk hebben ze toch weer bijna niks. Nee. Ja, ze komen daar nu achter. Ja, dat gaat wel dingen hopelijk in ons voordeel teweeg brengen. Ja, in die zin heeft de Forum natuurlijk een enorme voorsprong in het bieden van een alternatief. Hè? De rest is natuurlijk allemaal, we moeten nou eenmaal, want de pandemie. Wat ik wel jammer vind, en daar wil ik dan wel even dan gelijk op doorgaan. Wij raken natuurlijk ook in gesprek met de achterban van de PVV en de achterban van DENK. Ja. Dat zijn toch al een soort bondgenoten, zou je kunnen zeggen, toch? Ja. Die delen op heel veel punten dezelfde standpunten. Hmm. Alleen, en dan zie je dat mensen dan heel erg in hun eigen politiek denken. Omdat DENK dan niet meedoet met de lokale verkiezingen en de PVV, dan gaan ze bijvoorbeeld niet stemmen. En dat is natuurlijk jammer, want als je lokaal, als mensen lokaal daar wat meer aandacht voor zouden hebben en we gaan echt op een lokale partij stemmen, ondanks dat onze eigen partij er niet bij is, pakken we dan eentje die er dichtbij zit, dan zou dat eigenlijk wel heel veel kansen bieden. Ja, die gunfactor is er dan niet of zo. Of het grote plaatje. Ik denk dat het dat beetje is, dat grote plaatje. Ja, ja, het grote mensen, plaatje. Ja, het is mijn partij niet dus, weet je. Ja, dat is loyaliteit voor een deel. Ja. En het voelt misschien al. Maar rechts moet in die zin, hè, als we DENK dan even bij rechts mogen scharen, denk ik absoluut dat ze in deze tijd, dat DENK in deze tijd best wel wat ruggengraat heeft laten zien. Op belangrijke thema's. Daar ben ik heel erg blij om ook te zien. Dat in ieder geval die partij ook mee durft oppositie te voeren. Maar dat daar, dat op rechts dus gewoon veel meer, en dat moet samen worden, moet worden gewerkt voor, voor het grote plaatje. Dus even mijn eigen visie erop. Standpunt. Ja, nee, precies. Ja. Dus dat is zo, en het bijzondere is bijvoorbeeld als wij aan het flyeren zijn, dan merk je ook dat de mensen
van een andere afkomst, zeg maar, gewoon heel positief zijn. Misschien nog wel positiever als ik hoor dat, als ja. dat je zou verwachten. Ik hoor dat ook. Ja, en toch op de een of andere manier merk je ook van dat we ze net niet bereiken. Omdat, ja, ook het op zijn basis van mooie, voordelen, het zijn mooie, hele mooie verhalen eigenlijk. Die zo van, als van twee decennia van ja, het is toch wel een soort polarisatie, zeg je dat. Dus onbekendheid met de moslimgemeenschap. En dan lees je bijvoorbeeld... Ik heb voor het eerst in 5 jaar contact met mijn moslimbuurvrouw. De gordijntjes zaten altijd dicht. Nu zijn we erachter gekomen dat we hetzelfde denken over het coronabeleid. En nu hebben we af en toe een praatje. Weet je wel. Ja. Dat zijn van die kleine overwinningen eigenlijk van je elkaar vindt. Vind ik eigenlijk heel positief als je dat hoort. Het is natuurlijk niet om een leuke reden, maar het is wel... Oh ja, nee, maar het is wel goed dat je, dat je elkaar vindt. Ondertussen vecht je met je eigen familie, vecht je zeg maar, ga je rollenbollend over de grond. Dat is eigenlijk heel raar, toch? Ja, maar dat is dus, de praktijk. Ja, ja. Maar dus lokale politiek is dus wel belangrijk. En dan zitten we hier ook, hè, om dat echt eventjes onder de aandacht te brengen. Want... Mensen moeten het in hun eigen dorpen en steden onderling met elkaar gaan bespreken, volgens mij. En niet allemaal achter de tv blijven zitten. Nee. En wat ik een nadeel vind, denk jij ziet dat dus wel gebeuren op zich in gesprekken, maar gaan ze ook met elkaar in de bal? Is er ook bij de supermarkt, is er een soort, of is het toch wel, nou, ieder voor zich, weet je? Ik denk dat wij nog... Ja. Behalve het carnaval misschien. Ik denk dat wij nog niet zover zijn dat wij het gesprek bij de supermarkt zijn. Okay. Dat denk ik niet. Mm. Binnen familiekringen wel. Dat is, weet je, dat is vaak wat eigener. Dat zal wat eerder zijn. Wat je merkt bij de lokale partijen vaak, of in ieder geval bij lokale verkiezingen, is dat er zijn ook heel veel lokale partijen. Mm. En heel veel mensen benadrukken toch vooral de kop die erop staat. En die kijken eigenlijk niet meer naar de lijst van waar staat die partij voor. En dat is natuurlijk ook een gemiste kans voor de kiezer zelf. Want ik snap natuurlijk die loyaliteit naar die kop die op die lijst staat. Mm. Maar ze doen zichzelf eigenlijk tekort door niet goed te kijken van wat past eigenlijk bij mijn visie, bij mijn standpunten. En daar loop je wel tegenaan. Ik herken dat ook wel uit mijn eigen gewoon mijn leven. Dat lokale politiek interesseerde mij ook niet toen ik 30, 40, weet je wel, was. Nee. Nederland is sowieso natuurlijk een beetje een dorp. Dat is al een soort lokaal. Ja. Als je het wie bestuurt eigenlijk Nederland in die zin? Ja. Dus maar ik denk toch dat als je kijkt gewoon naar initiatieven die niet per se politiek zijn. Dus wat mensen nu met elkaar organiseren bijvoorbeeld. Als we het hebben over, we gaan een zwembad samen zoeken, een zwemles geven. Denk ik, volgens mij is het hier een hele... belangrijke zaadje wel. Ja, dat begint wel steeds meer te komen. Dus ja. Ik denk dat als lokale politiek zeg maar dat kan aanmoedigen. Ja. Natuurlijk niet tegen de regels in die zin dat het niet strafrechtelijk of wat dan ook, maar wel creatief mag zijn. Dus dat vind ik positief aan het lokale. Nou, ik wens je heel veel succes met de campagne en en natuurlijk op 25 november met de overwinning, hopelijk. Ja. Hoe zeg je dat? De plek als raadslid. Ja. En heel veel succes daar. Ja we hebben een heel leuk team en we knallen er echt allemaal voor. Dus wij gaan, we hebben er heel veel vertrouwen in. Fijn om te weten. Super. Ja, dankjewel, Janko.